Rijker, die staat als gewoon alweer voor het raam. Maar vast beschikt u wanneer ze bezig is. Maar meestal dan zie je hier een kiertje. Dat zie je nou niet. En ze sluit daar gewoon niet goed. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn haar eventjes weer een nieuwe pluk paars in gedaan. Ik heb schone kleertjes aan. Ik heb de droger draaien. Ja, ik heb koud, want dat heb ik altijd als ik dit heb gedaan. Ja, dat. Maar ja, maakt het allemaal niet uit. Rijke die zit natuurlijk al zwaar gewoon weer daar hoor. Hè? Ja, mal beetje. En het is koud, het is regenachtig nu, want ik hoorde het regen op het raam van de douche. Dat is zo'n bentelraam. Zo dan. En het begint te stormen. Dat hoor ik achter. Ik hoor de tuindeur weer helemaal gieren. Het gaat zo goed wat dat er gaat. Ze hebben niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor geloof ik alweer. Hebben ze nieuwe topstrips gedaan, maar dat helpt niks. Nee, wat wel helpt, is een nieuwe deur. Ja, want die deur die loopt als het ware overdreven, hoe moet ik dat doen? Hier al even op, die loopt overdreven. Zo, daar sluit die. Dan gaat die weer zo en dan sluit die daar ook weer. Nee, niet waar, nou niet goed, even zien. Nee, want onder, als ik de knipper nou open heb, ja die staan open. Dus hier onderin zie je het daglicht binnenkomen. Ik weet niet of het nou ook zo geval is, want als de wind hem dicht duwt, ga je dat weer niet. Maar gewoon normaal, dan zie je dat. Ik zal het bekijken. Dan hoop ik dat ik jullie op kan laten zien. Nee. Ja, nee, hij is onder. Die zit er dan niet. Maar meestal, dan zie je hier een kiertje. Dat zie je nou niet. En ze sluit het daar gewoon niet goed. Je voelt het ook. En hier, hè, dat moeten ze nodig eens maken. Maar dat is voor de bewoners, wordt er gezegd. Maar ik kwam hier zo in. Tenminste wij. Ik vind dat niet normaal. Dat dat voor de bewoners is. Dat is onderhoud van de deur. Je moet de deur goed houden. Als woningstichting of woningbureau zijnde. En dat doen ze niet. Maar die deur die is dus als een hoepelfalcon. Hé, Kando? Ja, hè? Ja, man. Ja, hè? Spinnenkoppie. Waar is Rijka dan? Daar is Rijka. Kom, ga maar naar de keuken. Kom maar, ga maar naar Rijka toe. Hé, ga maar naar Rijka. Ja, ga maar naar Rijka. Ga maar bij Rijka. Kom dan. Ga maar bij Rijka. Nee, oh, kom jij ook bij mij? Oh, wat zijn we lief. Doe maar rauw, zegt Kandalf. Hé, doe maar rauw, zegt Kandalf. En die is leeg. Oh, dat had jij niet, Bertie. Oh, nou goed zo. Eet is goed voor je. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het wordt aardig donker. Ik ga zo meteen. Dan is zo meteen niet doen. En is voor dat. Au, die moet wel aanblijven. En die is voor het dierbare hoekje. En die is voor de kast en de televisie. Zo. Hier gaat het handmatig, dat is gewoon een knopje voor de TL. Of het is hier een knop omhalen, even oplicht. Zo, ja, even oplicht. Nou, ik zou zeggen, ik ga zometeen. Ik moet vandaag nog de vuilnisbak doen. Dat ga ik nou nog niet doen. Moet ik eerst. Ja, oké, nou ook wel. Ja, de vuilnisbak moet even gelezen worden. Want er staat ook wat op het aardig wat erin kan. Een lege fles gluwijn. Ja. En dan ga ik de computer aandoen. En
voor de computer zitten, ga ik weer een vlog in elkaar zetten. Ik zal ook dat van gisteren naar de pc brengen. En dan ja, zien we wel weer. Ja toch? Dit moet een dik uur erin blijven. Nou, ik ben net beneden, dus ja, het is 6:30, dus 6:30 eruit. Tegen 6:30. Ja, dus nou tegen 17:22, dus ja, tegen 6:30 moet het weer. Nou, dat komt goed. Ja hoor, ik zou zeggen voor nu, een smakelijk eten, bon appetit voor jullie. Ja, en tot straks. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn haar gewassen en weer gedaan. Het moet nou natuurlijk enkel drogen en weer in dat gelid zien te komen. Ik was er net even met Rijke aan het spelen met dat ding. Ze pakt hem niet hier vast. Nee, ze is slimmer. Ze pakt hem bij de touw vast. En dan trekken, wie het hardste trekken kan. Maar dan schuift het koord tussen haar gebitje door naar die rubberen kluif. Een leuk gezicht met een baby. Oh god, echt geweldig. We zullen het even beleven. Althans, ik hoop het. Rijke, kom dan. Ik zet jullie even op de grond neer. Geweldig! Ja, ik hou ook vast hoor. Zo dan. Denk je erom van de camera, schat? En nou jij. En nou jij. Geweldig hokie dokie, hè? Ja. Maar in ieder geval, dat vind ik leuk. Ja. Los, 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 los. Rijka, los. Rijka, los. Los. Goed zo. Nee. Los. 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 Klaar. Goed zo. Zometeen koekje en eten. Ja. Zometeen koekje en eten. Ja. Zometeen eten. Hé, zometeen eten en de wind gaat weer tekeer. Oh, 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 oh. Maar ja, dat heb je met dit weer. Ja, en ik hoop dat het met een uur, anderhalf uur droog is. Opmaken doe ik me niet meer. Nee. We kijken maar, ik krijg toch geen visite. En anders maar dan. Hé, ja nou. Hé, ik ben ook zo lief, hè. Ja, ik ben ook lief, hè. Rijka. Maar oké, okay, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie. Ah, wond. Ja, ik moet over een stoel heen, deze. Dus ja, dan is het even hola. Maar het maakt niet uit, ik ga zien dat de beestjes eten krijgen. Zelf. Ik weet niet eens wat ik wil gaan eten. Ik heb geen zin. Ja, moet toch? Ja. Of we nou willen of niet. Dus ik zeg, smakelijk eten en bon appetit. Het is bijna 7:00. Fijne, liefdevolle avond. Ga je nog te stappen, wees voorzichtig, want het stormt hier al en het regent hier. En het is geen fijn weer om eigenlijk te gaan stappen. Dat kun je beter thuis doen. Ja. Dus veel plezier met z'n allen. Tot later. Ja, lieve vrienden. Het is alweer behoorlijk laat. Ja, 3:50. Ik kreeg net nog telefoon van Karen en Roderick. Die hadden ook even een loopje gedaan. Nou, ik denk ook een hele tijd weg geweest. Ik heb niet op de tijd gelet. Maar ik zag wel de hele route.
Dus ja, ze hebben flink gelopen en dat met dit weer. Nou ja, dan blijf ik niet voor thuis. Dus ik doe mijn normale loopjes wel, ja. Ik ga niet meer die kou naar buiten. Het is koud, het is niet koud, maar het... Ja, je stormt aan je kleding, laat ik het zo zeggen. Maar oké, Eunice naar boven. Gandalf is al lang naar boven. Rijka is al achter de deur. Dus ik ga daar ook naartoe. Ik ga lekker naar het Rommeland toe. Dus heel erg mooi. Mijn oogjes staan op een kiertje. Dus ik zou zeggen, tot over een aantal uur. En een hele fijne, liefdevolle zondag alvast. Want hoe laat leven wij? 11:03 zondagochtend in de dag. Voor degenen die naar de kerk gaan, een hele fijne kerk. Helaas kan ik niet gaan, ook vanwege Rijka, die moet het allemaal nog leren. En daar is ze nog lang niet op toe. Maar dat komt hopelijk vanzelf wel. Ja, ik sorry aan de dominee, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Het is nou helemaal zo, het is niet anders. Ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet voor jullie nachtrust. Degenen die net zo gek zijn als ik, die ook altijd laat zijn. En gezond te zijn. Straks. Oh, lieve. Zo lief. Oh jee, wee. Die zit mooi voor het raam te ploeren. In de kop. Ja, je bent ook een lieve dan. Kom eens. Kom dan. Kan wel over je, hè? Ik kan wel. Maar ik kan wel over je doen. Moet je gewoon omhoog staan. Nee? Je bed goed. Zo. Beetje goed, hè. Even het zo druk, meisje. Hé? Ga maar naar kamer zitten. Kom maar. Doe dan. Ga je het nou niet doen? Ga je niet vrij, net zoals van de week. Denk ik ga nou filmen. Ga je doen? Hé? Rijka. Rijka. Spinnenkoppie. Zo'n knorrenpot. Maar oké, ik zal weer sluiten. Denk ik, laat het toch nog even zien. Maar van de week, ik ging daar tegen mijn kussenaar zitten. En Rijke die zat er eigenlijk tegenaan, dus ik neem haar zo in mijn arm. En met een ruggetje tegen die kussenaan. En dan komt Gandalf aangelopen en die gaat zo bovenop haar leggen en zij houdt Gandalf stevig vast met de voorpootjes. Zo lief en aandoenlijk. Maar ja, dat kan je dan niet filmen of geen foto's maken, niks. Nee, dat gaat het er dan niet worden. Boefie. Maar oké, ik zou zeggen, wel rustig, slaap lekker. Doei doei.